Goedemiddag, welkom bij het lunchwebinar Cybersecurity van Nieuwsblad Transport. Eind vorig jaar publiceerde ABN AMRO een rapport waaruit blijkt dat de sector logistiek en transport niet erg goed op de hoogte is van cyberrisico's. Anders dan hekwerken en bewakingscamera's krijgt digitale beveiliging heel erg weinig aandacht. Slechts 54% van de logistieke bedrijven is echt goed beveiligd, terwijl 63% te maken kreeg met malware. 51% dat zegt dat cybercrime een aandachtspunt is, dus 49% besteedt er in het geheel geen aandacht aan. Vorige week werd duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn als grote bedrijven getroffen worden door cybersecurity. Daarover praten we vandaag en we hebben drie gasten. De eerste gast zal zijn Eddie Willems, hij is security evangelist bij G-Data. We begroeten als tweede gast Alex Verbiest, een ethical hacker, werkzaam bij Grant Thornton. En als derde gast Annette Govaert, specialist aansprakelijkheid cybercrime bij Concordia de Keizer. U kunt tijdens dit webinar vragen stellen, u kunt reageren en u kunt stemmen op onze polls. Dit laatste is anoniem, de andere varianten zijn niet anoniem. Het is wellicht in dit kader goed om te weten. Onze eerste gast is, zoals ik zei, Eddie Willems en we begroeten hem nu. Eddie Willems, security evangelist. Hoe kijkt u op de gebeurtenissen terug van afgelopen week? Het virus dat een aantal bedrijven getroffen heeft. Wel, het is natuurlijk niet de eerste keer dat we zoiets zien. Maar het is toch wel een zwaar probleem geweest. En nog steeds is in feite bij een heleboel bedrijven. Uiteindelijk hebben we hier te maken met een zeer grote wereldwijde cyberaanval. Die vrij goed gericht bleek te zijn. Waarop? Wel, eerder gezegd dat zoals wij het zien op Oekraïne of op Oekraïnse bedrijven of en overheidsbedrijven en alles wat dat er nog rondhangt als het ware. Ja. En dat is natuurlijk het grote probleem, want je hebt natuurlijk een element dat als je geconnecteerd bent met die bedrijven of met een van die bedrijven, dat je mogelijk ook geraakt kon worden. En dat is waarschijnlijk gebeurd bij AMTMT in de haven. En dat is inderdaad een van de zaken die inderdaad zo, dat is een van de redenen waarom dat, laten we zeggen, die wereldwijde aanval zo zichtbaar was, ook hier in de haven natuurlijk. Wat merk je eigenlijk als iets je overkomt? Wat is het eerste signaal? Maar het eerste signaal natuurlijk is, je krijgt ergens een scherm te zien en je pc gaat herstarten als het ware. En op dat moment als je pc herstart, dan is die in feite al bijna te laat. Want op dat moment blijkt hij een soort van rare check uit te voeren, maar dat doet hij in feite niet. Op dat moment versleutelt hij als het ware al je bestanden die op het toestel zitten, maar die ook in feite aanwezig zijn op de shares van het bedrijf, op het netwerk in feite. De servers, inderdaad. En hij gaat ook op zoek naar al de rest van alle toestellen die in dat netwerk aanwezig zijn. Met als gevolg natuurlijk dat gans het bedrijf helemaal geïnfecteerd geraakt en natuurlijk niet meer aan zijn gegevens kan. Had de impact zo groot moeten zijn of had het ook anders gekund? Wel, dat is natuurlijk nog altijd een beetje koffiedik kijken, want wat is nu de reden of wat is nu de waarom gebeurt dit natuurlijk? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. En dat is moeilijk te zeggen. Er zijn een aantal mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is dat wij zien is dat het puur gericht was op Oekraïne. Om Oekraïne, laten we zeggen, bijna bij wijze van spreken plat te leggen. Dus een soort van echte cyberaanval op Oekraïne. Maar het kan natuurlijk ook mogelijk zijn, en we zijn dat nog aan het bekijken, dat het echt een stelletje hackers is die gewoon weg wat wilde zien hoe ver dat hun ding geraakte, hun gijzelsoftware geraakte, en dan zien van, kunnen we dan toch wel wat geld eruit slepen. Maar dat scenario lijkt het volgens de laatste berichten niet te zijn. Waarom duurt het eigenlijk zo lang om het te herstellen? Want we spreken nu al over een week en een dag, dat bepaalde bedrijven niet volledig operationeel kunnen zijn, dat is best lang. Dat is inderdaad zo, maar dat is ook logisch. Ik denk dat veel bedrijven niet gewoon voorzien zijn als al hun gegevens op een bepaald moment van de een op de andere moment kwijt zijn, dat ze dan direct kunnen herstellen en dat dan direct op alle toestellen dan nog op de koop toe. Dat is iets waar heel veel bedrijven niet mee bezig zijn. Dus je zegt eigenlijk, het kan wel. Het kan wel. Ja, inderdaad. Het is best mogelijk. Heel veel bedrijven hebben scenario's aan boord van als er één toestel of één server uitvalt. Maar hebben geen scenario's aan boord als dat het ganse bedrijf treft natuurlijk. En dat is een van de grotere problemen in dit geval. Hoe hadden bedrijven de impact kunnen verkleinen of voorkomen? Wel, in feite zijn dat
elementen die we bijna 20 jaar geleden ook al hadden kunnen zeggen. Alleen heette het toen anders. Ja, in feite wel. We hadden toen gezegd, en dat is wel logisch uiteindelijk, ga niet op al je toestellen bijvoorbeeld, of op veel van je toestellen, beheerdersrechten geven. Zodanig dat men alle apps of programma's kan installeren die we nu deze tijd kunnen installeren. Is één element dat dit stuk zou kunnen voor een deel gestopt hebben. Een tweede element is het patchen. Heel belangrijk aspect. Blijft het up-to-date altijd houden van de software. Het up-to-date houden van al je software. En dat is natuurlijk een probleem. Hou maar eens al je software in een groot bedrijf up-to-date. Want als wij onze computer uitzetten, dan zie je vaak 81 updates installeren, zet hem niet uit. Dan moet je eigenlijk gewoon echt elke keer weer helemaal afwachten. Ja, klopt. En dat is één element. Maar al die software, het is heel veel software. Het is niet alleen over Microsoft dat we soms bezig zitten, maar ook over al de rest van de software die op je toestellen zitten. Dus dat is ook een element. En dan is het natuurlijk nog niet gedaan. Netwerksegmentatie is bijvoorbeeld iets dat heel belangrijk is. Met andere woorden, je moet een beetje zien hoe dat je netwerk, hoe dat met elkaar communiceert. En je kan er een soort van firewalletjes gaan inbouwen. Dus stel, je hebt een heel groot warenhuis en dan zet je branddeuren tussen de verschillende afdelingen. Ja. Om te voorkomen dat een brand het hele warenhuis plat legt. Zoiets. Ja. Zoiets. En dat is net wat dat we al aanraden bij een heleboel bedrijven. Maar het probleem was dat dat blijkbaar nog nooit werd uitgevoerd. Of dat dat bij een heleboel bedrijven nog nooit is uitgevoerd geweest. En dat is natuurlijk een key element om dit soort zaken in te duiken. Als u zegt 20 jaar geleden speelde het eigenlijk al, dan was u wellicht helemaal niet zo verrast vorige week. Nee, ik was persoonlijk helemaal niet verrast. We hebben eerlijk gezegd nog, laten we zeggen, wormen, andere grote uitbraken gezien. Bijvoorbeeld de I Love You Worm in 2000. Mm-hmm. Veel mensen vergeten dat, maar heeft zelfs wel, meer schade is moeilijk te zeggen natuurlijk, maar ook heeft heel veel computers getroffen. Meer dan 5 miljoen, 6 miljoen. Mm-hmm. Als je dit ziet, dit zijn minder dan 20.000 pc's. Dus theoretisch is dit klein. En het was ook niet een heel technisch hoogstaand virus. Nee, en daar zitten we natuurlijk, daar is het grote verschil. Dit is toch wel van een andere maatstaf, zal ik zeggen. Daar hebben we toch wel andere dingen dat we zien. En we zien dat dit hier toch wel meer uitgewerkt is. Je hebt dus effectief ook, we hebben gezien dat ook een bepaalde server, een update server, gehackt is geweest. Mm-hmm. Van de Medoc boekhoudsoftware. Dat is een Oekraïns bedrijf. Een familiebedrijf. Ja. En die mensen zitten natuurlijk met de handen in hun haar op dit moment. Dus die server is gehackt. En via die update is blijkbaar dit dingetje binnengeslopen. Okay. En dit ding ook verspreid geweest naar al die andere bedrijven. En dit is in feite de kern van het probleem. Stel nou dat zo'n grote onderneming een hacker had ingehuurd. Dus niet een hacker die het stootmoedig doet, maar eentje die het bewust doet. Had dat bepaalde zaken kunnen oplossen of duidelijk kunnen maken? Toch wel. Ja. Eerlijk gezegd, dat is ook iets wat ik altijd buiten laat, de typische elementen die we al gezegd hebben, om dat te implementeren. Dus die drie dingen die ik gezegd heb. Maar ook natuurlijk een goede antivirus software, heel belangrijk. Want dit zou ook veel kunnen gedaan hebben, op een goede manier geïmplementeerd. Heel goed geïnstalleerd. Maar dan een derde element, is altijd zeer groot van belang, is natuurlijk ook ethical hackers inhuren om te zien van, is mijn website niet alleen, maar ook het interne netwerk goed beveiligd. Ja. En dit had veel kunnen oplossen volgens mij. Nou, we hebben er eentje aan boord, een ethical hacker. En ik zou zeggen, Alex Verbiest, kom erbij. Ik weet niet of er al eerste reacties zijn op een poll of al vragen uit het publiek. Dan gaan we eerst verder. Reageer eens, Alex, op wat je tot nu toe hebt gehoord. Wat we bij veel organisaties hebben gehoord, is dat ze toch wel geschrokken zijn van wat er is gebeurd. Dus het lijkt me een understatement. Ja. Ze hebben het al wel een tijdje aan kunnen zien komen. Je hebt al veel eerder verhalen gehoord van dat soort uitbraken van ransomware. Maar het was altijd bij een ander. Het was altijd bij een ander. En je ziet dat management vaak denkt, het zal mij niet gebeuren. Mijn IT-afdeling is de beste in de wereld. Wij zijn veilig genoeg. En wat valt er überhaupt bij ons te halen? Organisaties die onderschatten vaak wat er bij hun te halen komt. Ja. Nou, draai het dus om. Wat valt er te halen? Dat hangt eigenlijk van type organisatie af. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld voor bedrijven in de transportsector. Denk aan ladingdiefstal. Wat als een cybercrimineel toegang krijgt tot jouw gegevens, levergegevens, die past die aan. En vervolgens blijkt dat een levering bezorgd wordt bij de crimineel in plaats van zijn oorspronkelijke bestemming. Ja. Dat is een probleem. En ook persoonsgegevens. De transportsector werkt met persoonsgegevens, zoals medewerkersgegevens of die van klanten.
En volgend jaar treedt er een nieuwe Europese wetgeving in werking, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En die stelt dat bedrijven maatregelen moeten nemen om hun privacygevoelige informatie goed te beschermen. Maar dan nog is het de vraag, realiseren ze zich wat de consequenties zijn of blijkt dat pas als het te laat is? Waarschijnlijk pas als het te laat is. Alleen we moeten zoveel mogelijk personen zien te informeren hierover. Want als ik zeg dat je evangelist bent, is dit een van je taken? Dit is inderdaad een van mijn taken. Ik werk al 25 jaar, bij wijze van spreken, op dit niveau. En wij trachten inderdaad iedereen te bereiken, op allerlei manieren. Wij proberen dit inderdaad ook soms in de pers te komen, omdat er dan dingen gebeuren, zoals nu. Hier. Ja. Maar we doen dat ook zelfs met lezingen, bijvoorbeeld s'avonds voor bedrijven, voor grote clubs, zodanig dat we dit ook naar iedereen kunnen uitbreiden en dat we toch inderdaad goede raad kunnen geven. We vragen nu beiden, degene die het eerst reageert, die reageert als eerste, zal ik maar zeggen. Hebben logistieke bedrijven een eigen risicoprofiel? We snappen het van creditcardondernemingen of van banken, maar een logistieke onderneming, wat voor profiel zou je dat kunnen geven als het om risico's gaat? Ik denk dat het grootste risico voor de transportsector zelf is dat ze in een keten werken. Dus als een transportorganisatie problemen krijgt, dan ga je diezelfde problemen ook tegenkomen verderop in de keten. Ja. Als je je goederen niet kan afleveren bij de winkels, dan heb je niet als transportorganisatie alleen een probleem. Maar ook de winkels die vervolgens zonder goederen zitten. En degene die het ertussenin zit. Ja, ik denk dat elk bedrijf zelfs een eigen risicoprofiel heeft. En zeker de transportsector is een uitzonderlijk iets, omdat zij inderdaad met heel veel bedrijven ook in contact komen. Ja. En dat maakt natuurlijk die sector net heel interessant. Ook onder andere voor cybercriminelen, maar ook voor andere aanvallen wereldwijd. Ik denk dat we ook het einde daarvan nog niet gezien hebben. Waarschijnlijk, zo'n bedrijven zoals hier, liggen zelfs aan de basis van de hele infrastructuur, zal ik maar zeggen, van grote landen. Dus tref de transportsector en je treft een stuk van het land. Ja. Dus dat zou het ook echt interessant maken voor buitenlandse mogendheden, zoals het vroeger heette. Klopt, 100% zeker van, ja. Is het dan toch niet heel opvallend dat uit het ABN AMRO-rapport blijkt hoe weinig mensen zich bewust zijn in deze logistieke sector van gevaren? Ja, zeker. Wat wij ook zien bij klanten is dat als er bijvoorbeeld een phishing-simulatie wordt uitgevoerd om mensen te informeren over de gevaren en dat je daadwerkelijk statistieken hebt, dan zie je dat toch al snel 40% van het aantal ontvangers in zo'n phishing-mail trapt. Ja, dat zijn die traditionele mailtjes van ik ben een Nigeriaanse man die 20.000 euro wil. Niet alleen dat, hè. Het gaat serieuzer worden. Ja. En dat is natuurlijk een van de elementen. Het phishing-probleem is wat mij betreft een van de grootste elementen van malware-problemen zelfs op dit moment. Er worden heel veel phishing-mails uitgestuurd, dat is soms gespamd als het ware naar veel bedrijven toe. En de mensen worden getriggerd om werkelijk gewoon te klikken op de attachment die erbij zit. Want dit was uiteindelijk het eerste element waardoor dat ransomware heel zichtbaar geworden is. Doordat er heel veel mensen gewoonweg aangemoedigd worden om op die link te klikken. Ja. En dat is net ook het onderdeel van phishing. Ja. En dit is wel niet in deze aanval gebeurd, maar je ziet maar, al de rest wordt veelal daardoor gedreven. Want weten we wel hoe het wel is gebeurd? Ja, toch wel. Laat ons zeggen, we weten ondertussen dat het stukje door, laat ons zeggen, de MEDOC-server, dus een bepaald boekhoudprogramma, beheerd wordt door een Oekraïense familie. En die server is inderdaad gehackt geweest en daardoor de update-server in feite. En door die updates zijn natuurlijk de rest van die bedrijven besmet. Dan gaan we terug naar die mailtjes die mensen continu krijgen, ook over je creditcardgegevens en geef je code in. Het is dus uiteindelijk vaak een menselijk probleem nog steeds dat de phishing of de hackers binnen kunnen komen. Mensen in het bedrijf zelf. Ja, wat je ziet is dat het werkterrein van hackers steeds meer gaat verschuiven richting social engineering om een organisatie binnen te komen. Heel veel bedrijven die hebben budget bijvoorbeeld om hun websites op het internet te beveiligen en andere systemen. En als hacker wordt het steeds moeilijker om daar je point of entry te vinden. De plek waar jij een gaatje ziet om de organisatie binnen te komen. Ja. Maar mensen blijven eigenlijk altijd wel de zwakke schakel. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan inderdaad een scenario verzinnen, toegespitst op de organisatie of de persoon. Ja. Ze vinden informatie via Google, via LinkedIn, via Facebook. Ze verzinnen daar een interessant verhaal omheen, om die gebruiker vervolgens te verleiden om een link te klikken. Maar niet alleen
gegevens invullen, zoals wachtwoorden, maar bijvoorbeeld ook malware installeren op hun PC zonder dat ze dat weten. Ja, dus zoals we daarnet aangegeven hebben. Ik heb er trouwens een boek over geschreven, een tijdje geleden, Cybergevaar in het Nederlands. Het is ook ondertussen vertaald in het Duits en er komt ook een Engelse versie aan. Maar om toch maar eens aan te stippen. Eigenlijk vooral op dit soort beveiliging. Ja, inderdaad. Het, want je ziet dat het is altijd een combinatie. Het is een combinatie altijd van een technologische factor en de menselijke factor. We hebben de uitslag van de twee eerste polls. Ik begin met de tweede. De vraag was: hebt u wel eens een veiligheidstest van uw netwerk laten uitvoeren door een derde of een externe partij? Dat zou dus een hacker kunnen zijn van buiten. Daar zegt van onze bezoekers ja, 90%. Nee, zegt 62%. Weet ik niet, zegt 19%. Ik zou eigenlijk met dat laatste antwoord willen beginnen. Is dat niet opvallend dat je het niet weet? Gebeurt dat vaak dat mensen eigenlijk gewoon geen idee hebben? Ja, het kan natuurlijk zijn dat dat niet gecommuniceerd wordt binnen de organisatie. Het kan zijn dat bij het uitvoeren van een penetratietest, dat de keuze wordt gemaakt om andere mensen niet te informeren. Want anders werkt de test niet goed. Ja, als je mensen van tevoren informeert, dan kan het zo zijn, oh, ik moet even snel mijn wachtwoord wijzigen, want er komen ethical hackers onze kant op. Ja. En na de hand loop je het risico dat jouw medewerkers misschien gaan denken van, oh, misschien is ons bedrijf toch niet zo goed op cybersecurity gebied. En dat kan wellicht ook weer reputatieschade opleveren. Ja, dat is het inderdaad. Ik had er weinig aan toevoegen, denk ik. Ja, inderdaad, het is natuurlijk zo dat, ja, je moet ook feedback krijgen, vind ik. Dus dat betekent dat die mensen zeker geen feedback gekregen hebben. Dus als het dan wel gebeurd is, dan is er toch nog echt iets aan de hand dan. Ja, zou je moeten kunnen vergelijken met ontruimingsoefeningen, weet je wel? Dat doen we net over brand is, allemaal naar beneden, loten slachtoffers vol bloed in het trappenhuis. Ja, maar het is ook belangrijk om dit soort dingen te doen. Een awareness cursus of gewoon eens naar een lezing gaan van iemand dat die dingen toch eens eventjes op een rijtje zet, is belangrijk, denk ik. En dat zijn zaken die we al allemaal wel doen, maar ja, je ziet dat het toch nog lastig is. Ja, test je procedures en bijvoorbeeld voor deze ransomware aanval, maak backups. Maar maak niet alleen backups, maar controleer ze ook echt of ze daadwerkelijk werken. Ja, we hebben bij een klant bijvoorbeeld gezien dat hij dagelijks netjes ergens een backup maakte. En toen op een gegeven moment een incident was en die backups tevoorschijn werden gehaald, bleek dat ze het allemaal niet deden. Ja. Hier is iemand die een oplossing van buiten aandraagt. De oplossing zou volgens deze bezoeker zijn, maak een test phishing mail aan en stuur die naar het hele bedrijf. Ja. Ontzeg de mensen die erop klikken toegang tot één pc of alle pc's. En zeg dan, pas als ze een opleiding in security hebben gekregen of een cursus, dan mogen ze weer het net op. Ja, waarom niet? Dat zijn inderdaad dingen die gebeuren. Hè? En waarom niet? Iets is zeker een mogelijkheid dat je zou kunnen gebruiken. Je hoeft het misschien maar één keer te doen en dan is het al weg. Ja, natuurlijk. De eerste poll, daar hadden we er nog één. De vraag was, hebt u last gehad van de storing bij APM, de terminal in de Rotterdamse haven? Ja, heel veel, zegt 32%. Ja, maar beperkt, zegt ook 32%. Nee, zegt 36%. Dat is eigenlijk meer een beetje voor de kijkers naar dit webinar. Ik krijg nog een vraag binnen. Wat kost het eigenlijk, een test door een ethical hacker? Dat hangt eigenlijk van de omvang van de test af. Je lijkt een advocaat, die zegt ook altijd dat hangt er vanaf. Ja, je kan bijvoorbeeld een security awareness campagne starten waarbij je mensen gaat informeren. Mm-hmm. Als je vervolgens een ethical hacker inhuurt om bijvoorbeeld een presentatie te geven om een phishing simulatie uit te voeren, dan zijn de kosten hoogstwaarschijnlijk een stuk lager dan dat je een penetratietest laat uitvoeren op bijvoorbeeld je wifi, je laptops die gebruikt worden door medewerkers op je interne netwerk. Dus het hangt er echt vanaf welke onderdelen je wilt hebben. Kun je één keer een heel eenvoudige woorden uitleggen wat een penetratietest is? Een penetratietest is als het ware een security onderzoek waarbij je als ethical hacker op zoek gaat naar kwetsbaarheden in bijvoorbeeld jouw computer, jouw laptop of jouw website, om die vervolgens te gaan dichten. En zijn die mensen nog niet heel bang, de directies, als jij binnen bent geweest, wat ga je dan s'avonds doen, zelf, achter je computer? Nou, we zijn dus ethisch, dus we misbruiken die gegevens niet. Maar dat ben je niet van 9 tot 5? Nee, het is de bedoeling dat je... Maar het is de bedoeling dat je heel open bent over wat je vindt en wat je aantreft. En dat je oprecht probeert de klant te helpen om hun beveiligingsniveau op orde te krijgen. Er is ook een bijkomend element dat vaak vergeten wordt. En dat is iets wat we ook al door de jaren gezien hebben. Dat is het element dat de security software die geïmplementeerd is, dat die goed moet afgeregeld zijn. Ook een stukje taak van ethical hacker om dat na te zien. Of door andere consultants om te zien dat die wel goed
werken en dat die wel, laten we zeggen, ingesteld zouden moeten zijn zoals ze zouden moeten zijn. Want heel veel wordt geïnstalleerd zonder daar maar, laten we zeggen, na te kijken en te zien van, doet die zijn updates, doet die, zijn alle features zoals ze moeten staan wel goed geïnstalleerd. Ja. En dat wordt niet gedaan in heel veel, ik kan me dan zeggen, in 90% van de gevallen. Dus als je dat ook zou kunnen laten nakijken, dan zit je volgens mij nog heel safe. Heb je ooit wel eens een opdracht gekregen van een verzekeraar, dat ze zeggen van, test nou eens bij partijen die een verzekering willen, hoe veilig het op dit moment is? Heb ik persoonlijk niet aan meegewerkt, okay. Dus daar kan ik niet over mee praten. Laten we zeggen dat er gesprekken zijn geweest met verzekeringsbedrijven. Ja, ja. In onze sector gebeurt dat meerdere keren dan je denkt. Dat is het bruggetje naar onze derde spreker, die ik het woord wil geven. Annette Govaerts van Concordia de Keizers, gespecialiseerd in security policy, zou ik wellicht mogen zeggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan is het ineens gebeurd, hè? Bedrijven liggen plat. Ik kan me herinneren, het journaal brengt heel vaak, het NOS-journaal, berichten na een grote hagelbui. Dan zijn er zoveel tuinbouwers getroffen en de kasten zijn allemaal kapot en de verzekeraars hebben dan een bepaalde claim gekregen. Dit heb ik nog nooit gehoord als het gaat over deze vormen van schade. Is dat opvallend? Kan het wel? Ja, zeker weten. En er is ook al wel sprake van. Je ziet ook met betrekking tot dit incident, zoals dat nu plaatsvindt, hè, dat de schade voor het bedrijf zelf is enorm ten aanzien van bijvoorbeeld de bedrijfsschade. En daarnaast ook natuurlijk de forensische experts die nu al heel lang mee bezig zijn om alles weer op een goede manier in de lucht te krijgen. Dat zijn mensen van buiten die... Precies, die gaan zorgen dat het allemaal zo snel mogelijk weer goed werkt, zeg maar. En daarnaast heb je natuurlijk de aansprakelijkheid naar al je klanten toe. Ja. Op het moment dat je je werk niet kan doen zoals je bent overeengekomen. Dus dat soort claims zien wij al regelmatig voorbij komen. Dus er zijn ook verzekeringen af te sluiten? Ja, dat klopt. Wij zijn als Concordia de Keizer al jaren bezig in eerste instantie met name met de bewustwording van relaties. Om ze erop te wijzen van hoe afhankelijk ben je van je digitale systemen. Hè, 100% veiligheid bestaat niet. Ook vaker gehoord in het verlengde van de cybersecurity. En ook natuurlijk, het is niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. Maar heel veel mensen zullen gedacht hebben, dat gebeurt bij een bank en niet bij mij. Of dat gebeurt bij een ander en niet bij mij. Maar wellicht ook wel dat ze er niet voor uit durven te komen dat het gebeurt. Ja, tuurlijk. Dat merken wij ook heel vaak. Ook de afgelopen jaren bij relaties van ons. Dat er toch iets is wat nog in eerste instantie een beetje ver van je bedshow. En als het dan daadwerkelijk gebeurt, is het zo snel mogelijk weer in de lucht en er verder niet over nadenken. Mm-hmm. En wij zijn met name bezig geweest om iedereen erop te wijzen van, je moet dat gedegen aanpakken. Ja, maar zeg dan maar. Zegt zo'n directeur met wie u spreekt, ja, daar heb ik een hele goede IT'er voor en dan ben je klaar. Ja, zeker weten. En dat is ook iets wat we zien. En nu zie je zo langzamerhand ook natuurlijk door dit soort incidenten dat de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling, dat echt achterhaald is en dat veel meer aan de bestuurstafel hoort. Dat het heel belangrijk is dat het daar met elkaar besproken wordt. Dat het een verantwoordelijkheid is ook binnen het gehele bedrijf. Zodat iedereen met elkaar bespreekt van wat doen we als we op zwart gaan. Hè, om het zomaar even simpel te zeggen. Want die nieuwe wetgeving over persoongegevens, die kan ook zijn weerslag hebben op de directie van een bedrijf. Die kunnen verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden. En ja, zeker weten. Ook daarin worden bepaalde eisen gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens. Mm-hmm. En op het moment dat je daar inderdaad als directie niet op de juiste manier mee omgaat, zijn er ook al voorbeelden van bestuurders die daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Stel nou dat ik zo'n verzekering heb en er gebeurt iets. Is er dan een noodnummer? Wat gebeurt er dan? Wat komt er op me af? Komen er bijvoorbeeld die forensische experts via de verzekeraar naar me toe? Zoals er ook brandspecialisten komen na een brand? Ja, het unieke van de verzekering is dat het eigenlijk het biedt een totaal ontzorgconcept, zoals we aangeven. Dus op het moment inderdaad dat het misgaat, heb je assistentie, maar ook aan de preventiekant zijn er veel mogelijkheden voor assistentie. Maar op het moment dat het misgaat, heb je inderdaad het 24/7 noodnummer. En is er eigenlijk een heel team wat in werking gesteld wordt van PR-deskundigen, juristen, inderdaad de forensische experts die jou op dat moment gaan helpen om zo snel mogelijk actie te ondernemen om de schade te beperken. Ja.
Want PR-deskundigen, er wordt meteen rekening gehouden met imagoschade en dit soort gevallen. Ja, zeker. Ook het voorbeeld zoals dat nu helaas speelt, wordt ook gezegd. De bedrijfsschade, de schade die je moet betalen, of de kosten die je moet betalen aan je forensische experts en je aansprakelijkheid is natuurlijk duidelijk te bepalen. Maar daarnaast is het ook wel heel duidelijk dat je ook het gevolg krijgt van reputatieschade. En die kan heel lang doorwerken. Goed, ik heb nog een vraag binnengekregen en die wil ik aan Eddy stellen. Kom er even bij. Ja. En er komt zo meteen ook een gesprek tussen jullie beiden dan. Een van de vragen was, kan er een voorbeeld gegeven worden van een noodoplossing als er een systeem door hack onbruikbaar of onwerkbaar is geworden? Er is iets gebeurd, het bedrijf is gehackt. En wat kan er een noodoplossing zijn? Hoe kan ik morgen verder? Ja, er zijn natuurlijk er zijn elementen natuurlijk dat je kan gebruiken. Hè. Je kan bijvoorbeeld systemen al prepareren zodanig als er iets uitvalt. Een beetje dubbel lopen als het ware. Er zijn grote bedrijven die op die manier werken. Mm-hmm. Die dus in feite een tweede systeem gereed hebben staan. Dat als er werkelijk een belangrijk element tussenuit valt, dat die dus inderdaad ingezet worden. Dat is één element. Die netwerksegmentatie die ik destraks gezegd heb, is een tweede element dat een sleutel is om dat te stoppen natuurlijk. Als er ergens een zware uitbraak is, kan je natuurlijk dat segment compleet afsluiten en ben je ook zeker. En als je dan zo'n backup systemen hebt, dan kan je die tezamen in feite ook gebruiken. Nu, is er iemand die dan vraagt, is er een noodoplossing als een backup niet meer kan worden teruggezet? Ik zou zeggen nooit betalen als het in geval van ransomware. Dat is een hele goede. Ja, dat is een hele belangrijke, want heel veel mensen denken van ja, ik ga betalen. Als je dat gaat doen, dan stimuleer je wel degelijk de cybercriminelen die achter dit verhaal soms zitten. Of dat het hier nu het geval is. Zou dat ook advies zijn van de verzekeraar? Dat is een hele goede. Dat zal per situatie bekeken worden. En dat is ook helemaal afhankelijk van, wat ik zei, het incident response team wat wordt ingeschakeld. En die zullen per situatie bekijken. Maar ik ben het natuurlijk helemaal ermee eens dat je op het moment dat je gaat betalen, dat je deze hele lucratieve business met een lage pakkans en enorme opbrengsten alleen maar meer stimuleert door te betalen. En wie zegt dat je je gegevens ook terugkrijgt? Nou, dat is ook nog de vraag. Hè? Dat is wel het businessmodel. Ze hebben zelfs een helpdesk, maar daarvan horen we dat steeds minder. Dat is inderdaad het probleem. Hè? Er is een percentage dat inderdaad wel een sleutel toegestuurd krijgt en waarmee dat je kan de zaak oplossen. Maar dat is in heel veel gevallen ook zo niet het geval. Dus je hebt toch 30% dat geen sleutel krijgt of waar dat men gewoon weer het geld houdt. En dat is het. Een vraag die min of meer te verwachten was, wat kost een cyberverzekering? Nou, dat is een hele goede. Ja, die vraag krijgen wij natuurlijk vaker. En ook heel erg belangrijk. Want ons opvalt is dat de verzekering nog steeds goed te betalen is. Het geeft een volledige dekking, zowel voor je eigen schade als ook de aansprakelijkheid ten opzichte van je klanten en je leveranciers. En je moet ongeveer denken voor een middelgroot bedrijf, dus daar ga ik even uit tussen de 5 en 10 miljoen omzet, moet je denken voor een verzekerd bedrag van een miljoen. Hè, voor zo'n incident, zeg maar, met de dekkingen die ik net noemde, zo tussen de 2.000 en 3.000 euro. Ja. En dan ga je ervan uit dat je per aanspraak. Okay. Ja. En dan en soms per jaar of soms het dubbele, hè, mocht je meerdere hacks hebben of problemen per jaar. Dat is een beetje waar je zo aan moet denken. Maar goed, dan kan een terminal een week lang geen scheep ontvangen. Dat is waarschijnlijk wel meer dan een miljoen. Zeker weten. En er wordt natuurlijk heel erg gekeken op het moment. Het incident waar ik het nu over heb, is natuurlijk een veel groter bedrijf. Die kan inderdaad kijken naar hogere limieten. Dus dit is meer een beetje wat ik als voorbeeld noem. Het middelgrote bedrijf die natuurlijk geen creditcardgegevens of medische gegevens. Dat maakt het dan weer een high risk, waardoor ook de premies hoger worden. Maar ik zou onze hacker willen verzoeken even naast te komen staan. Een beetje inschikken. Dit is wel een leuke vraag, denk ik. Hoe weet je nou dat je met een goede ethical hacker in zee gaat? Is er een kwaliteitskeurmerk? Je moet echt onderzoek doen naar de partijen waarmee je zaken wil gaan doen. Kijk bijvoorbeeld naar de grotere partijen die zichzelf al bewezen hebben op dit vlak. Die hebben wellicht wat relaties al waarbij ze het een en ander aan aanvraag kunnen doen. En er zijn ook bepaalde certificeringen die je als ethical hacker kan halen om in ieder geval je technische kennis aan te tonen. Ja, wel aardig. We hebben ook gevraagd naar het aantal bedrijven of mensen dat zegt dat ze verzekerd zijn tegen deze problemen.
Ja, ik ben verzekerd 9%. Nee, 55%. Weet ik niet, 36%. Dus daar is nog wel een markt te winnen, denk ik. Ja, zeker weten. En dat zien we ook in Amerika, daar, waar deze wetgeving onder andere al 15 jaar bestaat. En daar zie je dat een cyberverzekering eigenlijk al net zo normaal is of onderdeel is van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Dus eigenlijk is de markt er ook klaar voor dat het die dekking en lading ook gaat hebben. Je hebt in feite twee verzekeringen. Hè? Je hebt in feite je defensieverzekering, die in feite je producten zijn. Mm-hmm. Dat is de eerste verzekering, dat is de preventie. En dan heb je inderdaad nog de laatste redding en dat is dan dit soort verzekering. Ja. Er was nog een vraag net binnengekomen. Zijn er nog andere vormen van cybercrime waar je als organisatie alert op moet zijn? Als al dus mensen of vormen die we nog niet besproken hebben. Oh man, ja, ik kan er ook heel wat van vertellen, denk ik. Dus ik ga even eventjes woord aan jou. Bijvoorbeeld identiteitsfraude. Oh, ja. Dat je jezelf voordoet als iemand anders om bijvoorbeeld geld af te troggelen via internet. Wat je bijvoorbeeld ziet op dating sites. Mm-hmm. Dat een cybercrimineel een profiel aanmaakt en in contact komt met mensen daar. En daar vervolgens een zielig verhaal gaat ophangen. Van joh, ik wil je eigenlijk bezoeken, maar ik heb daar het geld niet voor. Zou jij misschien wat over kunnen maken naar mij? Ja, en DDoS aanvallen, distributed denial of service aanvallen, zoals wij dat in het technisch jargon noemen. Maar dat zijn echte gerichte aanvallen om de website, als het ware, onderuit te halen van het bedrijf. Als dat een belangrijke website is, ik zeg maar iets, een bol.com of zo, als je die onderuit haalt, dan heeft dat bedrijf wel serieus wat problemen. En dat heb je natuurlijk perfect ook met andere bedrijven. Dus dit zijn zaken die we nog niet besproken hebben. Maar er zijn er nog, oh man, met malware kan je alle kanten op. Je hebt nog spyware, je hebt een heleboel andere dingen. Dus er is ook andere software bijvoorbeeld die ook echt pure creditcardgegevens, maar dan ook gewoon met financiële gegevens kan pieken als het ware uit een bedrijf. Ja. Ook dat kan. En dit alles is verzekerbaar, dit alles is uiteindelijk ethisch te controleren en dit alles is door bedrijven als geen data te beveiligen? Inderdaad. Ja, en de verzekering gaat zelfs nog een stap verder. Ook, hè? Dus de menselijke fout of een technische fout, dus een bepaalde update niet doen of niet correct doen, waardoor de systemen openstaan, waardoor ook de systemen bij je klanten bijvoorbeeld een lek veroorzaakt. Daar hebben wij ook al voorbeelden van gezien, hè? Dat zo'n klant kosten moet maken om het systeem dicht te houden en die claim ook neerlegt bij onze verzekeringnemer. En ook dat soort calamiteiten zijn gedekt onder de verzekering. Nog een laatste vraag voor dit webinar. Wat kun je doen om wachtwoorden binnen een organisatie goed te beveiligen, of beter gezegd, hoe maak je ze sterk? Dat is een hele goede vraag. Je kan als bedrijf een wachtwoordbeleid opstellen, waarbij je bijvoorbeeld zegt, de lengte moet 8 of 9 karakters zijn. Je moet hoofdletters gebruiken, kleine letters gebruiken, speciale leestekens en cijfers. Maar vervolgens heb je toch weer de menselijke factor erbij. Ik schrijf het op een briefje. Ja, mensen gebruiken hun wachtwoord vaak op meerdere plekken. Of ze kiezen bijvoorbeeld een wachtwoord als juli 2017 uit. En dit soort wachtwoorden zijn vaak makkelijker te raden voor een aanval. Ja, ik kan natuurlijk ook wat wij noemen multifactor authentication gebruiken. Dus het principe waar dat je bijvoorbeeld bij een VPN ga je bijvoorbeeld ook een toestelletje of een cijfertje genereren en dan jouw paswoord eraan koppelen. Ja. En enkel als dat dan klopt, kan je dus aanloggen als het ware. Als je dat in een bedrijf helemaal implementeert, ook intern, in het interne netwerk, dan wordt het wel veiliger. Maar het grote probleem is dat het ook iets minder makkelijk werkt. Goed. Dames en heren, dank voor dit interessante gesprek.